de linkerchip zitten mijn bitcoins. En om nu een betaling te maken, zal ik eerst mijn chip scannen. Het is altijd even een gepriegel. Daar gaat hij al. Nu leest de telefoon jou. Mijn telefoon heeft de chip uitgelezen. En hij vraagt nu met welke bitcoin portemonnee ik het wil openen. In dit geval kies ik Mycelium. Hij vraagt om het wachtwoord. Dit is de beveiliging. Dit zal een tijdje duren voordat het ontsleuteld is. Maar ik heb voor het gemak even een eenvoudig wachtwoord. MOS gekozen. En hij gaat hem decoderen. Dit duurt even, maar dit is eigenlijk de beveiliging die ervoor zorgt dat niemand je bitcoins uit je hand kan stelen. Op dit moment worden de versleutelde bitcoins worden dus omgezet in de telefoon. De telefoon slaat deze bitcoins niet op. Deze telefoon, dat is uit beveiliging eigenlijk. En op deze manier zijn je bitcoins veilig. En je ziet nu bitcoins uit de koude opslag opgeven. U gebruikt een persoonlijke sleutel met het volgende bitcoinadres. Dit is mijn bitcoinadres. En er staat €490 in mijn linkerhand. Dus nu wil ik wat verzenden. Dit doe ik naar mijn eigen adres. Ik kies Mr. Bitcoin's tip jar, dat ben ik. Voer een bedrag in. Zeg nou, ik wil het gewoon in euro doen, want anders is het ingewikkeld. En maken we zeg van de €100 naar mijn bitcoin portemonnee. Is dat oké? €100, verzenden. Klaar, verzenden, transactie gelukt.